Dat is niet zo eenvoudig van hier de macht te zien. Vormt nadat de rivier de grotten verlaten heeft. Hè? Dus eerst was er een water van de rivier tot aan het plafond. En de rotsblokken die we hier op zagen. Aan het strand, hè? Hier is het in het kalksteen. Ja. Is iedereen mooi tegen de leuning, alsjeblieft? Maar sinds de ontdekking van de grotten van Chauvet en van Hondenlootje. Vandaar dus de naam Koningszaal. Aan het plafond zijn twee kaarsen. Ja? Ofwel, als jullie het liever zien, de kaarsen van binnen. En ze zijn wel heel breekbaar, maar ze kunnen tot zetten. En beetje per beetje laat ze haar kalken aan. Ook heel... En dat is wanneer een stalactiet en een stalagmiet elkander bereiken, ja? Van kalk dus, hè? En het water is dan 12 graden, 12 graden, regenwater. Dus dat is wel fris om te zwemmen natuurlijk. Kijk of ze binnen helemaal wit. Ja. Kijk of ze binnen helemaal wit. Ja. 8000 jaar ongeveer heeft zich hier over de hoogste breedte van het dier dat geslingerd is. Dus daar waar je ziet dat het meer een blauw... Ja, het gebeurde in verschillende fases. Dus in het terugkeren, dan terug naar de groep vastgehouden, wat het is ontgevallen. Maar anders verlicht is het toch wel. Eigenlijk waren de rotsen hier voor ons veel harder. Hè? De rivier heeft zich dus zo een weg gemaakt. En dat kunnen we ook zien aan de golfmotieven hier. Voilà, dus nu gaan we naar beneden. Hans beneden hebben we een kalksteen afzetting. Die leken erop en maakt een soort van muziek. Als je me langs aan de grond zit. Ga je straks zien als je naar boven gaat. Dus een maand of twee terug waar de man gaat. Dus hier zitten we op ongeveer 150. Nieuws, hè? Dat is klassiek onderaan ik op slecht nieuws. We gaan geen lift terug naar boven. Nee. Wacht even. Oké. Het was een grapje. Geen lift. Ja. Ja, inderdaad, in de mond hier. Ja, lekker, maar dat is niet waar. Ja,